Dan gaan al die militairen in zo'n ja. schuilkelder zitten. En hoe gaat het dan in tijd? Ja. Hoe loopt zo'n ver dan in tijd af? moet het volgende plaatje hebben. Hier zie je het artillerievuur komen. Dit is de loopgraaf, een deel van de loopgraaf. Hier zie je die beschietingen komen. Je ziet nu, geen, je ziet nu de soldaten. En die komen dan na dat vuur zo snel mogelijk uit die schuilplaats in die loop gaan. Want ze weten, als we niet sneller uitkomen... die russen staan een paar honderd meter voor ons... en dan krijg je een andere fase van het gevecht... waarbij je eigenlijk de tegenstander in de ogen kunt zien. En dan zijn twee dingen bepalend. De wil om te vechten, wil je weerstand bieden en leiderschap. En daarom zien we dat de Oekraïners vaak in deze fase het voordeel hebben. Ja. Omdat zij voor hun eigen land vechten en het leiderschap zeker op laag niveau goed ontwikkeld. Maar dan zit je in zo'n bunker, dan hoor je dat de bommen stoppen en dan reed je dus naar buiten met je, met je geweer en dan ga je zelf schieten naar de Russen die vlak in de buurt zijn. Dat is het. Maar wow. nou, is dat niet? Natuurlijk uh, zijn ze daarvoor getraind, maar dat lijkt me hè, zo oog. Oog in oog met je tegenstander, is dat. Is ja, dat... Wij, wij denken graag hè, dat je een schone oorlog kunt voeren. en op afstand met precisie doelen uitschakelen. Maar als je gebied wilt bezetten. en de tegenstander de wil opleggen. terwijl een tegenstander zegt: kom maar op, ik ben bereid elke prijs te betalen. dan moet je echt naar die grond toe. Dan ja. moet je die loopgraven ja. nemen, anders kun je een gebied niet veroveren. Ja. En dat zagen we in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, we zagen het in Noord-Vietnam, we zien het nu weer. Oekraïners vechten hard en dan moet je dus dat gevecht op korte afstand aan. En dat zal ook altijd zo blijven. Ja. Ja, want Zelensky zei gisteren of vandaag van elke dag vallen er 50 tot 100 Oekraïnse militairen die sneuvelen. Ja. Dat is bij dit soort gevechten. Ja, absoluut. En sneuvelen ze dan uh, door die uh, uh, gevechten dichtbij of juist door de artillerie die. De toch met ongeveer komt. twee derde van de soldaten. Het geldt voor beide kanten, want de Oekraïne schieten ook terug. Die sneuvelt door dit soort gevechten en met name door die inslagen van die Nigana. Ja, toch ja. wel. Ja. Ja. U mag weer gaan zitten. Het ja. um, klinkt zo ouderwets. Dit, 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 wat u net zei, dat is het eerste, dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Maar dat verandert dus niet. Nee, want uiteindelijk gaat oorlog om het breken van de wil van jouw tegenstander. Ja. En als je dat niet wil, dan moet je echt in zijn grond moet je zeggen en nu wegwezen. En dan moet je je voeten daar aan de klei zetten. En dat zal altijd zo blijven.